kinderen. Welke kinderen? Twee zwartjes. Oh, dus veel, Ik heb niks tegen ze. Ze doen niks, hoor. Je weet dat ze er zijn. Maar je ziet ze niet. Je weet niet hoeveel elke dag anderen. U had gebeld over twee lijken. Ik ben nog de enige... Hoe zeg je dat nou? Nederlander? Ja. Vroeger zei je christen. Dat je de enige christen was in de straat. De rest was heiden, zei de dominee. Nou, dat was toen ook zo. Mijn man en ik waren de enige christenen. Mijn man is doodgegaan en toen ging ook de kerk nog dicht. Ja, er kwam niemand meer. Dan hebben ze het dak ervan afgehaald en er zo'n punthoed opgezet. Nou is het de moskee. U had gebeld dat u twee lijken had gezien? Ja hoor, kijk maar. Als ze goed kijkt, ziet u ze liggen in de hal. Jij? Ik zie niks. Mijn man was ornitholoog. Wat zegt u? Hij ziet met vogels. En? Nou, Thea komt eraan, hè? Mooi. Geduld hebben we maar, hè? Verderop liggen er nog een paar. Nou. Lijkt hier wel zondag, joh, zo stil. Hè? Nee, niks. Hier de neutronenbom hebben we uitgeprobeerd. Ze zijn er wel, hoor, die mensen. Nou. Hey. Paspoorten. Hey. Ah, nou, lekker op tijd. Mag ik 3 patat met? Gestolen. Hoe weet je dat? Nou, die meneer heeft een leuke hobby, het verzamelen van paspoorten met zijn eigen foto's. Dit is voor jou. You like patat? Chips? You like? Is this your father? Father? And this?
kinderen echt hier blijven? Moet ik dan met ze doen? Goed, kom. Kom je leuk even bij? Onderbrengen via de kinderbescherming? Ja, maar ik wil eerst nog even met ze praten. Lijken. Het eerste lijk is van King Koidu uit Bangua, 41 jaar oud. Stamhoofd al daar, koning. In ons land woonachtig met een verblijfsvergunning als politiek vluchteling. De drie anderen zijn waarschijnlijk adjudanten van King Koidu, ook uit Bangua. Bangua ligt in West-Afrika. Dat ruimt. Bangua was een land in burgeroorlog. Sinds 1999 januari is daar een vredesding getekend. Sindsdien zijn er 2000 mensen vermist, vermoord of op andere wijze uit het oog weggewerkt. Er zijn in de hoofdstad 3 kerken, 2 moskeeën in de hens gestoken. Letten we even op. Er zijn 6000 waarnemers van de Verenigde Naties die daar proberen de boel te sussen. En daar slagen ze, zie je het voorgaande wonder wel, niet in. En wie kunnen we oppakken voor die moord? Ja, dat staat er niet in, Kaufman. Gek, hè? Maar nou komt het mooie, wij zijn politieagenten en wij gaan dat uitzoeken. Wat is het leven toch wonderschoon, hè? En waarom zijn die mensen gevlucht? Ze stonden op de zwarte lijst van King Kusu, rebellenleider van het Revolutionary United Front. Niet te verwarren met het United Front of Revolution. Want die twee liggen ook weer met elkaar overhoop. Dus heren, dame ook. Die King Koidu was een koning in ballingschap van een land in oorlog. Bovendien heeft de TR ook nog afbeeldingen van wapens gevonden. Exact. Dus als ik jullie was, zou ik een uitdraadje maken van al het wapenhandelend uitschot waar ons arme landje rijk aan is. Ik zou graag... Goed dan niet. Eerst die kids, ik wil weten of een van die doden hun vader is. Ook goed, ik zei als ik jullie was, maar ik ben jullie niet. Ja? Dat is Irina. En dat jongetje heet Steven. Spelen altijd op de galerij. Doe niks, hoor. En kent u hun ouders ook? Ja, hele lieve mensen. Spreken Engels. Nou ja, knik maar zo'n beetje. Die kinderen nemen nog wel eens een snoepje van je aan. Ja, die ken ik. En deze? Ja, die wonen daar. En is een van deze mannen de vader van die kinderen? Nee. Ik zie u denken, al die negers lijken op elkaar. Maar dat is niet zo. Als je er dagelijks tussen zit, dan ga je de verschillen zien. Dan ga je erop letten. Die vader heeft een puntige hoofd. Ja, niet zo'n vierkante kop. Hij lacht altijd. Als hij blank was, zou hij blosjes op de wangen hebben, die vader. Ja, dit is een lelijkerd, dat zie je zo. Je mag die dingen eigenlijk allemaal niet zeggen als het negers zijn. Ja, dat zeggen ze in het buurthuis ook. Ze zeggen dat ik verkeerde ideeën heb over negers. Zijn ze boos, mag ik er ook niet meer komen. God heeft alle mensen geschapen, mooie en lelijke. Zo vergeeft u onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Ik ben zelf ook niet moeders mooiste. Ik breng u even weg. Heeft u die blanke man al gevraagd? Blanke? Ja, hij komt er altijd. Eerst dacht ik dat het de huisbaas was, maar dat is niet zo. Zo ziet hij er wel uit. Heeft u nog even? We hebben de bloedsporen in de flat laten onderzoeken. Die zijn voor een groot deel afkomstig van het stamhoofd en van die 3 andere slachtoffers. Maar er is nog meer bloed van iemand anders. We hebben bloedmonsters laten nemen. Zo, mooi. En? Nou, ander bloed. Er is iemand anders in die flat geweest. Die is gewond geraakt en die is weggekomen. Oké, wat hebben we? 4 lijken. Een stamhoofd uit Bangua met zijn onderknuppels. 2 kinderen die ongetwijfeld getuigen zijn geweest van een meervoudige moord, maar die zeggen niks. Bloedsporen van iemand anders. God mag weten van wie. En een witte wapenhandelaar die ons misschien ook nog wel wat leuks te vertellen heeft. Het meest in het oog springen is de fotografische benadering. Op het juiste moment vastgelegd. Het oog van de kunstenaar die
speelse verliefdheid vertaald in licht en kleur. Een hommage aan de vrouw. Natuurlijk is investering in zo'n schilderij interessant, maar het gaat om de schoonheid. Een moment dat bevroren wordt op dat schilderij. Tijd die stilstaat in een penseelstreek. Een tijd van stilte. Alleen jammer dat het nu even niet te koop is. Sterker nog, de heer Manschot heeft plotseling ontzettende honger en is toe aan zijn lunchpauze. Ja, heel erg plotseling. Ik doe in kunst, meneer Kaufman. Joh. En u mag de boekhouding zelfs mee naar huis nemen. En u had niks te zoeken in een flatje op de Kleinertweg? Zal ik nou meteen mijn advocaat laten komen of vertrekken jullie binnen 3 minuten zelf? Kijk uit, Schot. Die wapenhandel, daar krijgen we onze jatten nu misschien niet achter. Maar eens ga je daarvoor hangen, dat weet je net zo goed als ik. Manschot is de naam. Toch maar even mijn advocaat. En dat kan ook op onze kosten. Gesneden bij het scheren, zeker? Maar Koopman, jij wil helemaal niet weten hoe lekker dat was. Ja. Mijn cliënt wil toch graag weten. Ik heb een dood stamhoofd, King Koidu uit Bangoa, op de Kleinertweg. En op datzelfde adres nog 3 doden, ook uit Bangoa. Moest ik toch meteen aan jou denken. Die gedanken zien vrij. Goethe. Dus die van jou ook? Jij onderhield contacten met dat land en je bent gesignaleerd op dat adres. Dus ik ben nu schuldig? Ik ken de reputatie van meester Matens ondertussen. En ik wil gewoon even heel zeker van mijn zaak zijn. Daarom gaan we eerst even wat dingetjes uitzoeken. Onder andere alle ontsnappingsroutes en mazen in de wet. En ik dacht, nou, dat vindt die Uitschot vast leuk. Als ik hem nu vast kon vertellen dat hij dit keer echt gaat bungelen. Vandaar. Ja, ja. Nou, leuk. Bedankt. Zullen we? Die 2 getuigen, hè? Welke getuigen? U heeft toch 2 getuigen? Maar ik neem aan dat die nog geen verklaring hebben afgelegd. Welke getuigen? Nou, heb je nou je zin, Robocop? Heb je stevig aangepakt, lekker stoer onder druk gezet. Maar ja, helaas zonder enig bewijs, hè? Dus waar zitten we? Hebben 2 slapende honden wakker gemaakt. Je wordt bedankt. Volgens mij bluft die advocaat, zat hij gewoon te vissen. Bluffen, hebben wij bluffen, gehad? Vissen, nee, toch? Vissen, happen, happen. Die advocaat bluft volgens mij helemaal niet. Ze weten gewoon dat wij hier 2 getuigen hebben. En trouwens, Manschot heeft al veel eerder getuigen geliquideerd, hoor. We weten dat hij in wapens handelt, ja? Zijn naam wordt genoemd in verband met leveringen aan Angola, Mozambique, weet ik veel waar. Duimendik dossier en hij komt er altijd mee weg. Het is gewoon Harry Houdini in het kwadraat. Hij is daar geweest, hij is gewond. Dit keer hebben we hem. Ja, dat zal wel moeten dat we hem hebben, want anders pakt die slijmerige tuinkabouter die 2 kinderen. Eikel. Paul boos? Beetje zenuwachtig. Manschot weet dat wij die 2 kinderen als getuigen tegen hem hebben. Ik ben zelf ook een beetje zenuwachtig. Zitten ze nog beneden? Ja, die zitten veilig. En we houden Manschot in de gaten. This is okay, hè? Like this. You sleep well. Huh? Don't worry. Don't be scared. It's okay. I'll take care of you. Yes? And if there's something wrong, you just wave here. Oké? Okay? Nou, mijn ouders zijn er altijd. Bof komt. Ze hebben een restaurant. En daar moest ik ook in werken, maar daar had ik geen zin in. Want ik wilde balletdanseres worden. Jongen, wat een carrière-routing. Leven jouw ouders nog? Misschien. Zal wel. Ja. Ze hebben al 25 jaar een mooie galerie in New York en een appartement dat uitkijkt over het Central Park. Hmm. Ze bellen wel eens. Meestal een dag of 3 na mijn verjaardag. Oh. Ik ben niet zielig, hoor. Dat zeg ik toch ook niet? Nee, maar voordat je denkt. Ik heb hartstikke leuke jeugd gehad. Echt dikke pret. Hele leuke grootouders. Echt schatten van mensen. De Beemster is mooi daar. Als ik oud ben, dan ga ik daar dood. Je kan wel gaan, hoor. Ik hou het hier wel in de gaten. Ja?
Als sociaal werk die kinderen wil plaatsen bij een gastgezin, is dat hun goed recht. Ik zie dat helemaal niet zitten. Ik ben nog niet klaar met ze. Oh? Is er? Niks. Sociaal werk wil die kinderen hier weghalen. Weghalen? Lijkt me niet. Ze kunnen hier niet blijven. Het is hier geen crash. Maar... Ja? Sla maar. Jij ook? Sla maar. Hak mijn kop er maar af. Ik wil... Jij hebt niks te willen. Jij hebt ook niks te willen. Ik heb ook niks te willen. Wij hebben niks te willen. Alleen de wet heeft iets te willen. En ik ben de boodschapper van die wet. Hak mijn kop er maar af. Graag zelfs. Ik zal blij toe zijn. Nee? Zet in ieder geval een mannetje bij dat gastgezin. Haal die kinderen hier vandaan. In naam der wet. Amen. Zo, dus jij bent Irene? Nee, ze spreken geen Nederlands. Doe maar Engels. Dat lijkt er nog het meest op. Ik ben even daar. Als er problemen zijn, meld u naar het bureau. Er staat hier een wagen voor de zekerheid. Hoi. Hoi. Ik had gevraagd om een onopvallende wagen. Bij mij gezegd om juist wel met een pitwagen te komen. Paul, hè? Van de Scheur zet er gewoon een pitwagen voor. Ja, nou en? Ja, die kinderen zitten hier toch niet als lokkaas voor manschot? Nou ja, ze hebben een dak boven hun hoofd en een wagen voor de deur. Wij moeten gewoon die ouders pakken. Ja, ja. Dan gaan die kinderen praten en dan kunnen wij manschot achter slot en grendel zetten. Maar als manschot ze ook maar met één vinger aanraakt, dan haal ik ze daar weg. Je kan wel koken, hè? Heerlijk is eerlijk. Wat moet als je getrouwd bent met een fijnproever. En ook nog eens die twee lekkerbekken van kinderen. Huisje, boompje, beestje. Recherche Kaufman. Mevrouw van Zanten, we komen er meteen aan. Doet u voor niemand open. Tot straks. Is er? Nee, gemoeid. Het is gebeld door een Engelstalige man die vroeg of Irene thuis was. En gevraagd om dubbele bewaking. Er komen twee man bij. Pleegouders die zijn bang en ze willen niet meer naar huis. Ja, geef ze ongelijk. Dus geen lokaas. Nee, en die meneer Manschot, die is gisteren vertrokken uit Hotel Rubens en is nog niet gesignaleerd in zijn winkel. Dus geen lokaas, geen jager. Plannetje in duigen. Ja, ik was laatst bij die... Heb ik iets gemist, heren?
Volgens mij is dit iets waar een heleboel mensen heel erg ongelukkig van gaan worden. Ja, dat denk ik ook. Jij bent een slecht mens, weet je dat? Ik ben een heel slecht mens. Maar wat ik je vragen wou, ja, wat wou ik je dan ook weer vragen? Oh ja, die kinderen. Die zitten hier voorlopig goed, toch? Die zitten hier voorlopig goed. In de kelder, come on, tell me du true. Tell me du true. Het is hier geen crash, ze moeten ergens anders heen. Heb jij nou geen enkel idee? Nee. Nee, was ik al bang voor. Je wilt altijd zoveel. Van Marieke mag ik het niet, vanwege de kinderen. Moet je ook eens proberen, trouwen. Ja, met wie? Dan sla je me dood. Je had toch serieuze plannen met Nick? Ja, een nestje bouwen. Nou, ik geloof niet in nestjes bouwen. Waarom niet? Nou, de eerste keer dat ik door had dat mijn vader wegging voorgoed, was ik 6. En toen ik 7 was, kwam hij weer terug. En toen ik 8 was, ging hij weer weg. Dan kwam hij op mijn kamer om het te vertellen, 's avonds. Hij huilde, streelde mijn haar. Hij vond het heel erg. En ik dacht alleen maar wat vreselijk dat mijn moeder... dat ze die lieve man, die in goede man... zomaar wegstuurt. Ik wilde mee, natuurlijk. Maar ik mocht niet mee. En nou wil je geen nestje bouwen? Nee. Nee. Van mij mogen ze komen, die killers. Ik lust ze rauw. Nee. Mijn kinderen kiezen juist voor een moeder. Hè? Zeker. Lopen ze gevaar? Ja. Lopen wij gevaar? Nee, volgens mij niet. Het is goed dat je hierheen gekomen bent. Is te lang geleden. Nee. Dagen zijn kostbaar geworden. De jaren helemaal. Ik wou dat je wat vaker langskwam. Maar dat je komt als je iets nodig hebt, dat is goed. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Doe er niet toe. Ik vind het toch lullig. Ik kom nooit langs en dan kom ik eindelijk. Ik weet niet, soms duurt het even, 20 jaar of zo, voordat je de dingen een beetje ziet. Ik staarde me blind op wat ik niet had. Vader, moeder. Maar wat ik wel had, dat zag ik gewoon niet. Pas toen ik die kinderen zag, besefte ik dat ik jullie nooit heb bedankt. Wat jullie voor mij hebben gedaan, dat hadden jullie helemaal niet hoeven doen. En dit nu trouwens ook niet. Oh. Hey Thomas, weet je nog die ene keer? Jij was toen net zo oud als het knaapje nu. Handen verbrand. Dan mocht je van mij nooit meer een vuurtje stoken. Jij bent eigenlijk altijd een waaghals geweest, hè? Altijd. Volgens mij ben je dat nog. Ja, val wel mee. Ik maak nooit meer vuur. Snap jij dat nou? Ouders die hun kinderen in de steek laten? Tja. Ik dacht dat de natuur ervoor gezorgd had dat die band onverbrekelijk was. Er was vroeger een sprookje dat ik jou nooit mocht voorlezen. Hans en Grietje. Ja. Die ouders die hielden wel van die kinderen, maar
Toen ze ze geen eten meer konden geven, hebben ze ze maar in het bos gedumpt. My brother is a... Can you come, please? Yes. This is our future king. He knows everything about water, he says. He. Steven heeft in zijn bed geplast. Geeft niks, hoor. Ik heb het al verschoond. De matras is nog droog, dankzij onderlegger en Molton. Wie wat bewaard heeft, wat, hè? Hoezo? Want volgens mij heb ik dat spul ook behoorlijk vaak ondergezeken. Slaap lekker. Geef je ook even gaan slapen, hoor. Nee, ik kan helemaal niet slapen. Maar ga jij maar lekker slapen. Ga je slapen. Nick was precies dat ik aankom. Man met een gezin. Een avondje bij mij. Gezellig mee op zakenreis. Het was eigenlijk gewoon geil. Meer niet. Nooit echt serieus geweest. Arrestatieteam. Pardon? De ouders van onze kinderen die zijn gezien bij de flat van Kinko Idu door die mevrouw Ten Holt en haar verrekijkertje. Zijn het nu al onze kinderen? Van der Scheur, ik wil een arrestatieteam. Klein dit weg. C-L-E-Y. I don't know them. We don't know them. We can take a DNA sample to prove it, you know. Those are not our children. Come on, look at them. Look at them. Nou, misschien zijn foto's niet genoeg. Wat bedoel je?
Nou, wat ik zeg. Even Tom bellen. Ah ja. Het is wel weer zo goed, is niet? Ja. Oké. Okay. Wat was dat? We hebben die ouders, maar ze willen niet zeggen dat dat hun kinderen zijn. Dus gaan we ze er maar mee confronteren. Niks aan te doen. Leuk. Het is weer eens wat anders. Zal ik even wat aantrekken? Als het moet. Jij bent een smeris. Gooi het wapen neer. Wapen neer, zeg ik. Goed, draai om. Draai om. Handen tegen de muur. Oké, blijf staan. En blijf staan zo. Ach, Leonie! Hij stond plotseling onder de douche. Cor Steen. Zegt jou dat iets? We hebben het wapen van Cor Steen gecheckt. En dan blijken de sporen op de kogels en de hulzen precies overeen te komen met wat we vonden in het appartement van Koydu. Het is een beetje stom van Cor Steen, vind je niet? Hij had gewoon zijn wapen moeten weggooien, maar ja, zo'n ding is duur. Of betaal je zo slecht? Sorry. Steen heeft verklaard dat hij alles in opdracht van jou heeft gedaan. Had je hem nou niet een beetje extra geld kunnen geven voor een nieuw wapen? Oké. King Koydu. Wel eens van gehoord? Tuurlijk ken ik Koydu, King Koydu. Meer dan koning. Was een keizer van het Afrikaanse antiek. Ik was zijn beste klant. Sieraden, maskers, allemaal inheems. Primitieve kunst, zoals een enkele barbaar wel eens zegt. Ja, jij zat in Afrika wel voor de handel, maar niet voor die Afrikaanse maskertjes, toch?
maar voor de wapens. Ja. I love Africa. I have more than perfect relations in Africa. I do not know this man. Ze zijn doodsbang. Tom, get Steven and Irina. I'm guilty. I have killed Kunkudu. I am the one. I am the confession. Ik geloof er niks van. I don't believe you. Kijk, in dat sprookje brengt die houthakkende kinderen naar het bos. Mijn oma die zei dan altijd dat die ouders dan dachten... dat ze dan dachten dat iemand ze wel zou vinden. Maar dat was helemaal niet zo. Nee? Nee. Ik heb dat later teruggelezen. Of in ieder geval, ze hebben teruggevonden hoe dat origineel was met die dingen. Vroeger, in de middeleeuwen. En dat was gewoon moord. Ordinaire moord. Ze brachten die kinderen naar een plek met roofvogels. En die roofvogels vraten die kinderen dan wel op. Maar misschien dat deze ouders hun kinderen achterlaten omdat ze van ze houden. Ze weten dat ze terug moeten naar Bangua. Ze weten ook dat ze daar niet zullen overleven. Ik bedoel, ze zijn hier niet voor niks naartoe gekomen. Dat willen ze hun kinderen juist besparen. Shit. Dan moeten wij zorgen dat die roofvogels ze niet te pakken krijgen. Maar wat is nou verdorie veilig? Daar ga ik niet over. Dat wordt uitgemaakt door de bende van 150 in Den Haag. Bangua is veilig, want daar geldt sinds januari 1999 een staakt het vuren. Ach, man. Zodra die ouders de grens overgaan en hun kinderen waarschijnlijk ook, worden ze gewoon afgeknald. Als ze in de hoofdstad blijven, is er niks aan de hand. Kom op nou van de scheur. Ze maken blijkbaar een kans. Jij bent een vuile hypocriet. Zeg dan gewoon dat we die mensen de dood insturen. Dan ben je tenminste een kerel. Zo. En schieten we daar wat mee op? Nee, maar het is wel eerlijk. Want de andere optie is, maar er schijnt helemaal niemand iets voor te voelen, is dat we die kinderen en die ouders laten lopen. Dat zie je nooit geweest zijn. Nee. Nee, dat gaat niet meer. Die kinderen zijn bij alle instanties bekend. En als ze zouden getuigen tegen Manschot? Uitstel van executie. Letterlijk. Letterlijk. Zolang het nodig is, voor het onderzoek houden we die kinderen hier. Daarna moeten ze terug. Shit. Nee, niks shit. De wet. Dat is wel toevallig mijn hondenbakkie. Hé, en die ouders, hè? Als die ouders... Ze hebben geen ouders. Ze hebben gewoon geen ouders. Wolfskinderen. We zetten die ouders uit, we houden die kinderen hier... en die Manschot die proberen we op een of andere manier te nagelen. Ik bedoel, hij is in dat huis geweest, Ten Holt heeft dat gezien. Daar moet toch iets mee te doen zijn? En we hebben bloed gevonden in het appartement. Als het nou niet van Koidu of Ebo is, maar van die Manschot. Je ouders worden uitgezet. Maar die kinderen niet. Okay, I know what you want. You want your children to be safe. And I want that too. We will deny that you are the parents of Irina and Steven, but the authorities can demand a DNA test, so we have to act fast. What can we do? I'm going to put you both on a plane to Bangua tonight. But the children, they will stay. It's the only way.
op alle tijd. U stinkt. U hebt geen getuigen. Is wel toen niet. Ook gek, vindt u niet? Rommelig zaakje. Nou, ik denk dat de rechtercommissaris het niet eens ontvankelijk zal verklaren. Ik vrees dat uw superieur, de heer Van der Scheur, zeer vernederende gang naar de rechtercommissaris zal moeten maken. Zeg, Reetkever, krijg jij de slimme scheid? Zo, denk u dat? Ja, morgen, vannacht, mag jij lekker hier blijven slapen, doe ik morgen de vernederende gang. Maar jij kan me helemaal niet hier houden. Jullie hebben helemaal geen getuigen. Geen getuigen? We hebben wel getuigen. Maar die aapjes, die worden toch gewoon met hun ouders gedeporteerd? Hun ouders? Hé? Ze hebben toch helemaal geen ouders? Een simpele DNA-test. Ja, tot morgen. Morgen zien we verder. Morgen hebben we veel te doen. Mirjam, kan je meneer even zijn kamer laten zien? Zat ze opgesloten in de wc. We hebben de deur moeten forceren. Ze had zich helemaal ondergesmeerd met haar eigen poep. Shit, nou wordt ze nog mishandeld ook. Ze hebben er schoongespoten. Zij is wel slim genoeg om haar niet te mishandelen. Ze gaat gewoon mee met de volgende vlucht. Oké, okay, remember, my name is Tom Kaufman, oké? Okay? You report this to the police. I was beating you. Report it, Tom Kaufman. Doe dat! Report it. Doe dat! Tom Kaufman. Doe niet zoiets. Oké, report it, Tom Kaufman. Tom! In godsnaam mee bezig. Win? Ja. Kan je me even uitleggen wat hier de grap van is? Dat krijgen we nou, man. Mevrouw Maria Jola heeft aangifte gedaan van mishandeling door onze rechercheur Tom Kaufman. Waar ben je mee bezig? Ik heb een getuige mishandeld. Ik doe een tijdje parkeerbonnen, ik praat met de politiepsychiater. Ik zeg dat het allemaal prima gaat, dat het me emotioneel te veel werd. En over een tijdje mag ik wel weer in de speeltuin spelen. Dat is er aan de hand. Slachtoffer van mishandeling kan het land niet uitgezet worden. Wat heeft het voorzien? Mevrouw is een paar dagen hier, de zaak is in behandeling geweest en ze kan weer naar huis. Ja? Terug naar haar land. Nee, ze gaat niet terug. Morgen krijgen wij telefoon uit Bangua. Dat de heer Jozef Jola is aangekomen, veilig, maar dat hij helaas de volgende dag alweer dood is aangetroffen. En dan mogen wij geen vluchtelingen meer terugsturen naar dat land. Daarom, Van der Scheur. Daarom. Om het allemaal nog een beetje zin te geven van de scheur. Daarom.